Hey, wielrenner op de... Ja. Van mij hoort hij hier niet. Nee, dat lijkt me niet. En dat met die wielrenners op die 80 kilometer weg, nou, dat komt dus vaker voor. Misschien gaat hij naar het volgende bordje nog wel... Kijk wat hij nu doet. Oh, dan kan hij meteen laten stoppen. Goedendag. Goedendag. Wij willen even contact met u. Ach, blik op de weg. U bent fan? Nee, ik ben verdwaald. U bent verdwaald? Ja. Dat hoor je tegenwoordig in Nederland niet zo vaak meer. Nee, maar ik kom hier niet echt uit de buurt. En ik moest vandaag 6 uur trainen. En ik moet naar richting Doetinchem. Ja. En ineens hield het fietspad erop. Dus ik denk, nou, dat kleine stukje. Kan ja. Misschien nog wel... Volgens mij hebben automobilisten dan wel door dat het een weg is waar geen fietsers zitten. Ja, klopt. Want het bord zegt het. Ja, daar staat hij. Ja, ik weet het. Ja. Ja, is niet handig. U krijgt daar gewoon een bon voor. Hebt u legitimatiebewijs bij u? Ik ben wel een beetje kinderachtig voor me. Daar staat het bedrag. 25 euro. 6 euro administratiekosten. Het gaat ook niet om de hoogte van het bedrag, maar hier hoor je niet. Ik bedoel, als ik snap het zelf ook wel, maar ja, ik ben wel even de weg kwijt. Ja, hier zit een bult vrachtverkeer en landbouwverkeer en alles erop en eraan. Ja, nee, en die rekenen niet op fietsers. Nee. Dat is waar. Dus hebben wel een fiets wat naartoe te gaan eigenlijk. Jazeker. Maar dan moet even door het centrum. En dan vanaf daar weer rechtsaf richting Doetinchem. En dan komt u absoluut in Doetinchem aan. Okay. En dan ga dan niet via de A18 naar Arnhem. Moet ik heel hard fietsen, hè?